Op een van de reizen toen we voor anker lagen en de passagiers waren vertrokken en de bemanning had de passagiers uitgeleide gedaan, de geuniformeerden in de ene rij, de stewards aan de andere rand en... Hier en daar een voortje uitdelend, lieten we de passagiers door een haag van personeel naar buiten gaan. En terug in de pursers office gaf de baas, de purser gaf een rondje vanwege een goed verlopen reis. En toen zei hij, jongens we moeten van de week even een afspraakje maken, want... Uh, we krijgen straks aansluiting met de telefoon. En s'avonds moet er hier iemand aanwezig zijn. Als er nog een of andere passagier zou bellen, moet hij gehoor kunnen krijgen. Nou, Jan, ik stel voor dat jij dinsdagavond hier bent, de graaf woensdagavond. Donderdag en vrijdag neem ik voor mijn rekening. En zaterdag gaan we weer vertrekken. Dan hoef je het niet meer. Dus Jan, uh, dinsdagavond ben jij hier tot een uur of tien. Nadien zal er wel niet meer gebeld worden. Maar we weten het niet. Nou, prima meneer. Nou, dinsdagavond uh, ben ik daar gaan zitten in mijn uppie. Er was niemand meer aan boord, geen passagier, geen personeel die waren aan het stappen. En ik zat er in mijn pier eentje en ik had maar een boek meegenomen, want ja, viel niks te doen. Nou, ik zat daar te lezen en om een uur of tien dacht ik: uh, ik ga direct uh, de lamp uit en dan ga ik naar mijn hut. En terwijl ik opstond om het licht uit te doen. Gaat de telefoon, ik neem hem op met de persoonshoffers en ik hoorde een mannenstem die zegt: Ik heb een formulier nodig. Een formulier, ja, weet ik niet meer. Nou, ik zei: Meneer, u treft het slecht want er is eh, niemand aan boord op het ogenblik. En morgenochtend om acht uur is iedereen er weer, dus als u morgenochtend even belt. Nou, ik heb de formulier nodig. Ik zei: Ja, maar er is niemand voor de rest. Nou, hij gooide de oren op de haak. Nou ja, ik dacht: Ik uh, ga maar terug. En meteen gaat de telefoon weer en ik hoorde diezelfde man, en die lijkt nogal uh, uh, ja, pissig. Maar ik zei, meneer, om acht uur bent u aan de beurt. Morgenochtend, want er is nu niemand. Hij is mij te horen op de haak. Nou, ik nam mijn hut en de kooi in. En de volgende morgen om acht uur zat ik op mijn plekje en mijn baas kwam binnen. Jan, hoe is het gegaan gisteravond? Ik zei, nou prima, meneer. Er was niks te doen, geen telefoon gehad. Ik zei, oh ja, om tien uur. Toen belde er iemand en die leek eh, niet in zo'n beste bui. Hij zei: Jan, dat was de oude. Oud? Ja, hij zei: ja had de formulier nodig. Ja, die liggen onder de balie. Maar ja, dat formulier kende je dus niet. Maar hij wilde dat je om elf uur eh, bij hem kon. Oh? Ja, nou, mijn collega zei: eh, Jan. Eh, Haal de roos van je schouwer af. En loop de trap op. En als je te zachtjes klopt op zijn deur, dan hoort hij het niet. En als je te hard klopt, krijg je op je donder. Nou ja, tegen elf uh, mijn pet opgezet. Mijn dasje goed gevoeld, of hij goed zat. En ik de trappen op naar het brugdek. Ik was daar nog nooit geweest. En... Uh, dat ik bij de deur van de kapitein stond en klopte, maar ik hoorde niks. Dus even later nog een keer kloppen en toen leek het wel of ik een stem hoorde. Nou, ik ging naar binnen toe en uh, hij zat aan een schrijfbureau met zijn rug naar me toe en hij keek, uh, nou ja, richting het patrijspoort. En hij reageerde niet op mij. Ik had mijn pet keurig onder mijn arm uh, gestopt En ik uh, vond dat de seconde dat ik daar stond erg lang duurde. En ik uh, gaf af en toe een uh, heel klein kuchtje. Maar ook daar reageerde hij niet op. En op een zeker moment ging zijn draaistoel in mijn uh, richting. En hij keek me aan. Hij zei: wat kom je doen? Ik zeg, uh, ik moest om 11 uur bij u komen, kaptein. En ik zag aan zijn ogen dat hij dacht, jeetje, waar heb ik die vent voor laten komen? Uh, hij wist het kennelijk niet meer. En hij uh, greep naar zijn borstzak van zijn tenue en zegt, wil je een pilsje? Ik zeg, nou graag, kaptein. Ik lust helemaal geen pils. Maar, uh. En hij schreef een bonnetje uit. Eén bier met zijn paraat eronder. En dat gaf hij me. Ja, nou, dank u wel, kapitein. Nou, ik ging sneller de deur uit. als dat ik binnengekomen was. Maar. trap af naar beneden. en ik kwam. de purse's Office weer binnen. en mijn baas zei. "Bij je er nou al? Ik zeg. ja. Hij zegt. en hoe is het verlopen? Nou, ik zeg. was best gezellig. Ik kreeg een biertje van. Hij zegt. ja, lol niet. Daar nou, dat geloofde niemand. Is erg uh, echt waar? En ik pakte in mijn zak het bonnetje en liet het zien. Tjo, nou, zei de baas, het is mij duidelijk. Dan zit hij weer te schrijven. En dan is hij met zijn gedachten in zijn boek bezig en hij weet niet meer waarvoor hij heeft laten komen. Nou, komt mooi zacht aan Jan, ja. Nou, dit was het verhaal van op het matje komen. En eigenlijk brengt me dat naar mijn zoektocht in de grote stad. Winkels kijken, etalages bekijken. En, en, en verderop op Broadway kwam ik bij een winkel te staan waar ik echt van opkeek. Daar kon ik uh, niet voorbij lopen. Dat was een gogelwinkel. Daar, uh, daar kon je gogeltrucs kopen. En in de etalage stond het ook. De verdwijnende sigaret, 4,5 dollar. Het doorgeknipte touw voor 3 dollar. De omhoog vliegende stropdas. Nou, ik vond dat zo leuk. En uh, nou. Meteen ga je dan in je knip kijken: van, kan ik eigenlijk 4 dollar missen om iets mee te nemen. Want ja, wat is er eigenlijk leuker dan thuis te komen met een leuk truc in je handen bij je maatschappij komen en ze hebben geen idee wat je daar staat te doen en ja, ik vond dat best leuk. Nou, ik ben ook de, die winkel binnengestapt. En daar stonden twee mensen achter de toonbank. Kennelijk een tweeling, allebei een rood haar, brilletje op. En als je naar een truc vroeg. dan doken ze onder de toonbank. en ze lieten je meteen de truc zien. waar je naar vroeg. Dus dat waren twee goochelaars. die jou meteen te pakken hadden. en als je zei. nou oké, okay, die neem ik. dan kreeg je een doosje mee. en je betaalde. en dan maar oefenen in je hut. s'avonds als je terugkwam. want. Hier en daar kwam toch knap wat behendigheid voor nodig. Ja, nou, de eerste truc die je kocht was van één rood balletje, vier rode balletjes in één hand maken. Nou, daar had je inderdaad eh, behendigheid voor nodig hoor. Tjonge jonge, s'avonds, de beschrijving zat ook in het doosje hoe je dat doen moest. En s'avonds aan het oefenen, maar alle keren donderden die rode balletjes weer over de vloer. En net als je hem in een hoek gevonden had, kwam er een zeetje van bakboord. En die schoof hem in de andere kant van je kamer. Jongen, jonge, ik heb wat balletjes opgeraapt voordat ik het een beetje onder de knie kreeg. Nou ja, op een zeker moment kreeg ik toch uh, daar een beetje vaardigheid in. En toen we een keer thuis waren, had ik het aardig voor mekaar. Een rood balletje tussen duim en wijsvinger. En binnen de kortste keer twee balletjes, drie balletjes, vier balletjes. Nou, ja, nee, leuke effecten. Nou, de eerste volgende keer dat ik weer heen ging, ja, weer naar die winkel, Ja, een paar dollar voor je gehad, dus ik kon weer even lijnen. Toen heb ik gekocht uh, een, een goocheltauw. Nou, pakweg een meter van dat mooie witte goochelkoord. En als je die dubbel vouwde en de lus omhoog haalde, was het de bedoeling dat een kijker dat ding doorknipte. En daar een knoop in legde. Lekker strak. En dat jij zei. Kijk, hij is weer heel. En dan had je weer een meter taal. Nou, een meter. Min 10 centimeter natuurlijk. Want ja. Die knoop moest ik ergens kwijt. Nou, leuke effecten. En uh, ja. Wat ik ook zelf leuk vond. De verdwijnende sigaret. Eentje in je rechteroor stoppen. En in je linker er weer uithalen. Daar ja, had je ook echt behendigheid voor nodig om dat onder de knie te krijgen. Iedereen rookte toen nog, dus dat was bij iedereen raak. En het was ook zo'n trucje wat je in je zak kon stoppen en mee kon nemen. En, ja. en wat ik ook erg leuk vond was de truc met de stropdas. In die tijd droeg iedereen nog een stropdas. <tossimus> En als je dan met eh, iemand zat te praten, dan eh, begon iedereen raar te kijken als opeens je stroop daar, daar omhoog kwam en het gesprek was gestopt. Want niemand begreep hoe je dat deed. Ik heb zelfs ook voor eh, mijn vriend Willem kwast. Willem is ook 92 inmiddels en die leeft ook nog, maar die heeft me zelfs geld meegegeven om voor hem ook zo'n truc te kopen. Willem was beroepsmilitair en die haalde zijn plezier bij zijn collega's, militairen. Ja, en dan kwam ik weer met de truc thuis naar Willem toe. En Willem had zelfs een googelstokje gemaakt om zijn truc nog meer die balletjes rolde bij hem ook door de huiskamer... voordat hij het door had. Maar Willem kreeg hem ook onder de knie. En zo heb ik daar... Ja, een stuk of zes keer... heb ik daar een goocheltruc meegenomen. Ja. volgende keer ga ik u het een en ander vertellen... over mijn bezoek aan het vrijheidsbeeld. En als je weet dat er... Onder de grond in New York 435 stations zijn, dan kost het eigenlijk op de kaart heel wat moeite om uit te zoeken waar moet ik overstappen en hoe kom ik bij die veerboot om naar het Vrijheidsbeeld te gaan. Het Statue of Liberty. Ga ik u de volgende keer vertellen. Voor nu tot de volgende ronde.